dit moment krijgt Fien Wielingade de gezelschap aan de buitenzijde van Hold Me Quick. En die gaat zich manifesteren als het mogelijke gevaar voor de leidende Elias DF. Als we zo dadelijk de laatste rechte lijn inkomen en de laatste 250 meter ingaan. Elias DF aan de binnenzijde, aan de buitenzijde Hold Me Quick. Dat zijn op dit ogenblik de twee paarden die de eindstrijd gaan bepalen. We zijn op weg in de laatste 100 meter en Hold Me Quick, die heeft hier het commando en die loopt ziende ogen weg van de concurrentie. Hold Me Quick, die gaat de koers winnen met John de Leeuw. Hold Me Quick de winnaar op de tweede plaats, Elias DF. En derde, Fien Wielinga. 1.17.50 is de kilometer tijd voor Hold Me Quick. Paard die misschien wat geluk had, andere paarden spokken weg, maar maakt het natuurlijk geweldig af. Deze zoon van Quickwood uit Free Dream Rex. Gefokt de meneer van der Zand in ons eigen loop van stal PD. Getraind door Bas Krebas en dus gereden door John de Leeuw. John, het was onderweg. Tenminste, het was een beetje een vreemde koers waar een boel paarden springen. Ja, dat klopt. Dat kwam ook wel een beetje goed uit voor me. Want ik moest eigenlijk van start af geen risico nemen. Ja, dan kom je natuurlijk een beetje achter in het veld te liggen. Maar zoals hij de laatste ronde het helemaal goed maakt en het laatste recht met veel speed geeft, indrukwekkend. Absoluut indrukwekkend. Voor zo'n paard, hij loopt dan een keer niet tegen de jaargangstop. Dan kan hij dus een heleboel. Dat denk ik zeer zeker. Het was de eerste keer dat ik contact had met het paard. En hij heeft natuurlijk de laatste keer op Duin toch al laten zien, na een fout, dat hij heel hard kon lopen. Dus, maar ja, hij moet vlak blijven, dat is het belangrijkste. Geeft u een groot applaus weer de Social Clubprijs. Deze Hold Me Quick en John de Leeuw. Applaus alsjeblieft. Paarden zijn op weg in de rechte lijn voor de tribune. En daar is de leiding voor Elias DF. Die heeft een lengtevoorsprong op Fien Wielinga. Derde is Gray Scott op de vierde plaats. Hold Me Quick. Galoppade aan de buitenzijde nog voor de nummer 8, Florijn. 8 galop. Paarden zijn op weg in de laatste ronde. En als we op weg zijn in de laatste ronde, is het bij het ingaan van de Stadsparkbocht. Florijn, die heeft het veld moeten ruimen. De leiding is voor Elias DF. Die heeft anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats daarachter dan niemand minder dan Fien Wielinga. Hurricane BB is uitgeschakeld. Als de paarden dan halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan zijn, is het aan de leiding met nog altijd die Elias DF op de tweede plaats. Team 4 Wielinga, daar komt Hold Me Quick aan de buitenzijde. En aan de binnenzijde daarvan Gray Scott. En die wordt gevolgd op een lengte dan door de uitgeschakelde Gonda Beukenswijk. Die speelt geen enkele rol meer. Paarden gaan dan de laatste bocht in. Bij het indraaien van de bocht is het nog altijd Elias DF. Die controleert de koers. Op dit moment krijgt 4 Wielinga de gezelschap aan de buitenzijde van Hold Me Quick. En die gaat zich manifesteren als het mogelijke gevaar voor de leidende Elias DF. Als we zo dadelijk de laatste rechte lijn inkomen en de laatste 250 meter ingaan. Elias DF aan de binnenzijde, aan de buitenzijde Hold Me Quick. Dat zijn op dit ogenblik de twee paarden die de eindstrijd gaan bepalen. We zijn op weg in de laatste 100 meter en Hold Me Quick, die heeft hier het commando en die loopt ziende ogen weg van de concurrentie. Hold Me Quick, die gaat de koers winnen met John de Leeuw. Hold Me Quick de winnaar op de tweede plaats, Elias DF. En derde, Fien Wielinga.